Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer hier vanuit Hilversum, namelijk vanaf de Koningskermis hier in Hilversum. Nou, iets van de derde of vierde keer dat ik hem ga bezoeken. Er zijn een speciale zaak waar ik voor natuurlijk ben gekomen. Namelijk de Toxic. Nu tegenwoordig reist het om de haaien. En er staan gewoon een paar leuke andere attracties erbij. Waarvan een van mijn favoriete breakdance nummertjes 3. En ja, een booster die naar onder een nieuwe exploitant reist. En dat is namelijk Stroeke. Die heeft voorheen altijd met de Fireball gerezen. Maar ja, die reist nou tegenwoordig in Duitsland onder Bukker, als ik het goed uitspreek. Of Bokker. Ik zou het eventjes niet durven te zeggen. In ieder geval, ja, het staat een leuk lijstje, als ik eerlijk mag zeggen. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke review. Hier, vanaf de Koningskermis. Hier, in Hilversum. Zo start hier met alles, ze zijn steeds beroeverjaars. Rijstanden de Weijrijd, mooie Emery. Net over de grens in Duitsland. In ieder geval, het is een type ballonnenrace, gebouwd bij Stadmachinebouw. In samenwerking met Woedigdesign. Hoe mooi kan het zo zijn met een Brabantse bouwer. En ze draaien door richting de volgende zaak. Steeds de powerpaniep, reizend onder vader. Naar mijn mening de mooiste, de snelste en de beste monster nummer 3. Poliep gebouwd bij Schwarzkopf die we hier in Nederland rond hebben reizen. Zo te zien zijn ze verder doorgegaan met vernieuwingen. Want volgens mij was het vorig jaar nog niet. En dat is namelijk dat ze nou op de grote octopus ledverlichting hebben zitten. Niet alleen op de octopus, maar ook op de onderkant van de kruizen, als je goed kijkt, zit tegenwoordig ledverlichting. In ieder geval, ja, echt heerlijk dat ze verder gegaan zijn met ledverlichting. Maar volgens mij, op de middenkrans, als je goed kijkt, zie je ook nog ledverlichting zitten. En dat was volgens mij de afgelopen jaren nog niet. Maar dit is dus naar mijn mening de mooiste, de snelste en de beste Monster 3 poliep, gebouwd bij Schwarzkopf en reizend op de vader. En zo gaan we een beetje de hoogte in. Dat Skyloop niet in brand zal gaan vliegen. En ja, dames en heren, zo komen we bij de volgende zaak. Steeds de American Whip, reist onder Teunis en Van der Laan. Een wipje gebouwd bij Van der Sluis en Smalkor. Voor de laatste keer nog gezien in Breda op zijn Zeeveld verleden jaar. En ja, dit wipje komen we niet zo vaak tegen. Maar er zit een hele leuke rit en een hele leuke show erop. Kom er tegen, stap lekker in. En geniet van de American Whip. Ofwel een type trip ride. En vroeger was het dus Van der Smalkor. Tevens Van der Van der Sluis slash Smalkor. Is nou tegenwoordig KMG, heb ik me laten vertellen. In ieder geval zou ik uitdoen richting de volgende zaak. En dat is de Toxic Power waar we voor zijn gekomen. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. Steeds de Toxic, reizend onder Haaien.
jarenlang gereden zonder die monen. En hoor ik het nou goed op de microfoon? Er zit een van de beste operators van Nederland erachter. Ja, dat kan wel even betekenen. Goede ritten en goede shows. In ieder geval, dit is een van de eerste camps die Haaien hier in Nederland aandoet. Dan zou je zeggen van, hoe kan Haaien nou hier in Nederland reizen? Nou, het leukste is, hij heeft officieel nog Nederlandse papieren. Dus officieel ook nog Nederlandse keuringspapieren. Dus ja, dan mag hij gewoon hier in Nederland staan. In ieder geval, als goed is, komen we ook nog in Tilburg tegen. En op andere camps eventueel. Maar tevens is dit een type speedtrip, gebouwd bij Motorrides uit mooie Italië. En voor het laatst dat we hem nog hebben gezien, dat was in Aalst. Daar hebben we hem voor het eerste keer onder Haaien zelf gedaan. En daar zei ik zo van, nou, de rit is show. De show ziet er fantastisch uit. Alleen de rit was wel nog een beetje terughoudend. Omdat ze het toen nog net in bezit hadden. In ieder geval, we gaan hier een ritje opmaken bij daglicht. En dan gaan we dus een onrijd en afrijd opmaken. En in Aalst hebben we hem eigenlijk een beetje bij de rijd gedaan, bij het schemering. Maar dan komt dus later op de YouTube-kanaal, Discus Community. Ofwel de Toxic, reis dan naar Haaien. En zo rijden we door richting de moeder van Ruben. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog een baby vloeg. Als je dan mij helaas eventjes niet kent. In ieder geval, ja, deze kan we ook niet zo vaak tegen. En dan hebben we daar nog een baby sport die we altijd op mijn thuiskamers tegenkomen. En dan hebben we hier nog dit Thriller, reis van de Lemmerman. Dit seizoen als het goed is 6 Duitse kermissen en de rest heel veel Nederlandse kermissen. Maar dit is toch wel één van de mooiste spookhuizen die we hier in Nederland rijk zijn. En ja, hij is altijd wel up-to-date. Kom je niet in Tilburg tegen, dan kom je wel hier tegen, dan kom je wel in Breda tegen of weet ik waar. Maar dames en heren, kom je tegen de Thriller van Lemmerman, stap lekker in en geniet van de spoken. Maar daar hebben we altijd de moeder of de oma van Ruben staan. En wat me hier ook opvalt, dat was namelijk bij de Ghost Villa van Zipkema Clem, was daar de eerste mee. Dus dat je nou hier ook een onrijd foto kan kopen. Dus ja, hartstikke leuk. Misschien wel een enge griezel op de foto. Misschien kom je wel je moeder tegen of je oma. In ieder geval, dit is dus de Thriller, reis van de Lemmerman. Een van de mooiste en beste spookhuizen van de Nederlandse kermissen. En zo komen we hier nog de Sky Vision tegen. Reis van de Hendrix en Hinze. Een reusratje gebouwd bij Mondial uit Heerenveen. Voor het laatst nog gezien, dat was op de kermis in Weert, als ik me goed kan herinneren. Maar sowieso Tilburg verleden jaar. Maar ja, het is heel erg uniek dat we deze in Nederland tegenkomen, omdat hij heel vaak in Duitsland zit. Maar zo gaan we door, richting de laatste zaak helaas alweer. En ja, dames en heren, dan komen we bij de volgende zaak. Tijdens de Booby Trap Hotel, reizend om de Albus. In ieder geval voor de laatste keer nog gezien, dat was op het Amsterdam Winterparadijs. Dit is toch wel een van de persoonlijk de mooiste qua paintings. En ja, qua uitstraling. En nou staan ze als normaal zijn of als XXL uitbreiding. Ook hebben ze het naambord XXL er niet op staan. In ieder geval, ja, wat me opvalt is dat ze een moving head bij hebben gekregen. Want namelijk vorig jaar was alleen maar puur op de rechterzijde van het dak een moving head zitten. Maar nu ook op de linkerzijde. En het is niet alleen de moving head dat er is bijgekomen. Ze hebben ook de twee palen helemaal aan de led gezet. Dat was op het Amsterdams Winterparadijs niet. Die sterren zijn volgens mij ook helemaal in de led gezet. Als ik het goed zie. Dus ja, ze zijn heel goed ver doorgegaan met ledverlichting. En ja, ze kunnen dus in verschillende thema's neerzetten. Want op het Amsterdams Winterparadijs stond hij in winterse sferen. Dus ja, hartstikke leuk dat ze met elke seizoen een ander thema kunnen geven. Misschien dat ze ook wel een Halloween seizoen van gaan maken, dat weet ik niet. In ieder geval, kom je tegen de Booby Trap Hotel van Albus. Loop lekker rondje erheen en geniet van de obstakels. Ofwel, de Booby Trap Hotel van Albus.
En zo gaan we door, richting de laatste zaak helaas alweer. En ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. Steeds een Magic Mouse. Wij stonden er al voor het laatst nog eens zien op de voorjaarskermis in Enschede. Ja, dat was zeg maar de paaskermis. Waar een paar mooie zaken in première zijn gegaan die we tijdens vanavond nog gaan tegenkomen. Maar ja, die gaan we lekker dan bij avond doen. En dan staat er in Rotterdam nog een hele nieuwe premièrezaak. Maar in ieder geval, dit is dus een kleinere variant van de Classic Spinning Coaster. En het is gebouwd bij Revson uit mooie Frankrijk. En zo ga ik nog richting de laatste zaken. En dan komen we aan bij een van mijn favoriete breakdancers, nummer 3. En naar mijn mening ook de mooiste en de beste van de breakdance nummer 3. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de ene laatste zaak. Stevens, de New York Dance, Rijst van de Kolderwijn. In ieder geval voor de laatste keer nog eens te zien. Een snit, ofwel dat is een snake zeg maar. Het is een breakdance nummer 3 gebouwd bij Hus. Maar dit is naar mijn mening wel een van de mooiste. En een van de beste in de ritten, in de shows, uitstraling. Bij daglicht is het een feestje, bij avond is het een feestje. Als je het geluk hebt. En Kolderwijn zit erachter. Of Joey Bergsma zit hier erachter. Stap erin. En je hebt gegarandeerd een hele goede rit. Een hele goede show te pakken. Die operators en de recommandeurs staan bekend om afwisseling in de rit en de shows. Nou zit Kolderwijn of Kolderwijn zelf niet erachter. Of Joey Bergsma. Dus ja. Dat is wel meteen te merken in de ritten en de shows dat het iets minder is. Maar dat mag je pret niet drukken, vind ik persoonlijk. Maar dit is gewoon nog steeds naar mijn mening toch wel de mooiste, de snelste en de beste breakdance nummer 3 van de Nederlandse kermissen. Ofwel, de New York Dancer. Het komt rijden door, richting de laatste zaak helaas alweer. Die is dit seizoen onder nieuwe exploitant reis. En ja, dames en heren, we komen helaas aan bij de laatste zaak. Het is de Mega Booster. Reizend onder stroeken. In ieder geval, dit is volgens mij de eerste kermis die ze aandoen. En tevens is dit een middelmatige booster, gebouwd bij Fabri. Voorheen heeft deze altijd onder de familie Bakker gereden, als ik het goed heb. Dus dit is de eerste keer dat er onder de stroeken reist. Stroeken heeft altijd, als het goed is, een Fireball gehad. Maar ja, die reist helaas nou in Duitsland rond. Misschien dat we dit seizoen nog tegenkomen in Duitsland, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat gaat Stroeken ermee doen met deze schitterende middelmatige booster gebouwd bij Fabri. Maar zo zijn we dus weer een rondje rond. En oh ja, wat het eens allemaal opvalt is dat ze een nieuwe kassa hebben. Dus ja, het is leuk dat ze meteen even nieuw bij hebben. Maar dit was dus de koningskermis hier in Hilversum. En dan gaan we door naar vanavond richting Rotterdam op de Schiehaven. Ja, dames en heren. Terwijl we de powerpaniek van vaders en rondjes hier staan weg te draaien, ga ik helaas weer van jullie afscheid nemen hier vanuit Hilversum. Nou, de editie was hartstikke leuk, gezellig, lekker afwisselend. Oké, wel hier en daar dezelfde zaken, net zoals de afgelopen jaren. En dan mag ik het niet drukken. Want de Toxic was speciaal hier naartoe gekomen, vanuit België. In ieder geval, we gaan hem nog in Tilburg tegenkomen. En dan, ja, de Boomertown Hotel, volgens mij ook een van de eerste keren hier. De Sky Vision van Hinze Hendricks. Ja, die heeft hier volgens mij ook nog nooit gestaan. In ieder geval, die kom je ook heel vaak alleen maar in Duitsland tegen. En als je het geluk hebt op andere kermissen. Maar ik zou zeggen, had je het niet gedaan, vergeet u even dat blauw duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even de Jusica Discourse community abonneren. Vergeet dat je reviews, vlogs, alright en alright. En Edwin, de even blauw duimpje omhoog. Hoi. Ja, gooi hoi terug. Dat het te krap is. In ieder geval, ik zou zeggen, tot de volgende video. En die komt vanaf de Schiehaven in Rotterdam, vanaf de Koningskermis. Want daar staat ook weer een hele mooie premièrezaak die we met jullie gaan behandelen. En volgende week gaan we weer terug naar Schönen Deutschland. Maar ik zou zeggen, tot in Rotterdam.